Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer een nieuwe dag in Diamond Painting December en we maken vandaag 2 kersttoernooitjes. Vorige keer hebben we 5 kersttoernooitjes gemaakt in 1 video. Vandaag maken we er 2, dus de volgende keer maken we er 3 en dan hebben we ze allemaal gehad. Deze zijn namelijk per 10 te koop op de website van Diamond Painting Wereld. Linkje ervan staat in de beschrijving. En vergeet niet, zoals iedere keer, bij checkout, als je inderdaad nog iets bestelt voor 31 december 2020, de code DPD2020 te gebruiken voor 15% korting op je bestelling. Ik heb dit keer eventjes dit pennetje erbij gepakt. Die komt uit dat ontzettend handige zakje wat bij een painting zit. En ik heb even een pengripje eromheen gedaan. Hallo? Ja, een pengripje eromheen gedaan. Dus dit is het witte glitterpennetje met een pengripje. Want we gaan natuurlijk weer werken met witte steentjes. En jullie weten, het witte steentjes vind ik dramatisch. Want ik weet niet waarom, maar mijn wax komt er altijd uit bij witte steentjes. En het lukt me gewoon niet om dat te fixen op wat voor magische wijze dan ook. Dus ik heb een ander pennetje even erbij gebakt. Kijken of dat helpt. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat het gewoon weer een beetje klooien wordt met die witte steentjes. Maar dat zien we vanzelf. Ik ga jullie plaatsen en dan gaan we snel beginnen aan de 2 ornamentjes. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around. Just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new, still zijn af en ik ben nog steeds zo ontzettend blij met die premium pen. Ik moet zeggen dat mijn punt ondertussen niet echt meer een punt is zoals je kan zien. Maar echt waar, die wat grotere steentjes, die druppelvormige steentjes, die zijn zo ideaal met die premium pen.
En daar komen nog best wel veel vragen over binnen. Van goh, wat is nou de achterkant van die pen? Dat is een stukje wax. Dus ja, mocht je nou zo'n pen hebben en denken, wat is dat? Dat is wax. En het komt in verschillende kleuren. Dus denk niet, oh die van mij is niet geel, dus het is geen wax. Je hebt gewoon een hele dunne punt waar wax in kan. En die andere punt is dus zelf wax voor dus steentjes zoals dit. Die grotere steentjes die je dus op notitieboekjes of inderdaad op kerstornamentjes, op sleutelhangers. Je hebt ze op verschillende dingen. Zelfs op gewoon normale paintings kan je dus vet makkelijk met die punt oppakken. Het linkje van dat product staat ook natuurlijk in de beschrijving. En die staat er altijd. Ik heb dat gewoon standaard in de beschrijving gezet. Omdat ik hem zo vaak gebruik. Dus mocht je nou denken, goh, wat is dat? Linkje in de beschrijving. Jullie krijgen de mooiere shots van deze natuurlijk nog te zien aan het eind van de video. Bij het pakketje zit natuurlijk ook een lint, touw, hoe je het noemen wil. Maar die doe ik er niet om, want dat ja, vind ik bij mij niet nodig. Maar mocht je ze in de kerstboom willen hangen, kan dat natuurlijk. Je kan ze dus kopen in een pakketje van 10. Ze zijn te koop via het linkje in de beschrijving. Mocht je nou denken, goh, dat is leuk en ik zie nog meer dingen, gebruik dan de code DPD2020 bij het afrekenen voor 15% korting op je gehele bestelling. En deze code geldt tot en met 31 december. Dan was dit weer de video voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Mochten jullie het nog niet gehoord hebben in een van mijn vorige video's. Diamond Painting December is natuurlijk begonnen op 13 december. En we eindigen gewoon op 31 december. Dit komt omdat ik natuurlijk niet alle pakketten binnen heb gekregen die ik binnen zou moeten krijgen. En omdat het verhaal met de Full Diamond Paintings natuurlijk een beetje in de soep is gelopen. En ik werk in een branche waar het met de feestdagen ook alleen maar drukker wordt. Dus ik heb zoiets van, ik ga het mezelf niet aandoen om nog meer tijdsdruk op mezelf te leggen. Nog meer dingen te moeten doen. Dus vandaar dat ik besloten heb, Diamond Painting December is tot en met 31 december. We hebben dit jaar dus 2 weken Diamond Painting December. En ik beloof dat ik het volgend jaar, mis ik de samenwerking met Diamond Painting Wereld nog heb. Ik beloof dat als ik die nog op dat moment heb, en ik maak nog steeds video's over Diamond Painting, dan doen we het volgend jaar gewoon 100 keer beter. Echt, dat beloof ik jullie. Dus ja, mocht je nieuwsgierig zijn naar de andere video's tot en met 31 december, vergeet dan zeker niet te abonneren. En zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doei doei!